Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik weer een Zero Waste DIY voor jullie. Namelijk dit keukenpapier hier. Dat is ontzettend makkelijk te maken. Je hebt in principe maar 2 stukken stof nodig of stofrestjes die je hebt liggen. Je kunt ook oude handdoeken hiervoor gebruiken. Dan heb je helemaal een mooi recycling project. En dit is ook zeker geschikt voor beginners, omdat het over het algemeen rechte lijnen zijn die je doet. Dus je kunt hierbij makkelijk oefenen met de naaimachine om gewoon dat een beetje onder de knie te krijgen. Het maakt niet zo heel veel uit als het er allemaal niet perfect uitziet, want het is een gebruiksvoorwerp, het hoeft niet perfect te zijn. Het is super snel gemaakt en dit is alles wat je nodig hebt. Je hebt stof nodig, schaar en spelden. De stof die ik hier heb liggen, dat is een deel katoen. Verschillende soorten heb ik hier liggen, zoals ik zei, allemaal restjes. En dan heb ik nog wat badstof hier liggen. Dit is gewoon echt nieuw spul, maar je kunt, zoals gezegd, ook oude handdoeken hiervoor gebruiken. Dat maakt niet heel veel uit. Het patroon is ook ontzettend makkelijk. Je hebt in principe alleen 2 vierkanten nodig. 1 van katoen, 1 van badstof. De afmetingen die kun je zelf bepalen. Ik heb hier zo nu 27 bij 27 genomen. Dat vond ik een mooie afmeting en dan hou ik er rekening mee dat als ik de boel ga keren, ik 25 bij 25 overhoud. Je kunt natuurlijk ook de afmetingen van keukenpapier dat je hebt liggen in huis nemen en daar dan omheen een patroon tekenen. Of het gewoon op een maat en afmeting maken die jij wilt hebben. In de eerste stap ga ik zo de padstof op katoen leggen. Nou, de eerste stap is dan eigenlijk gelijk de laatste zo'n beetje. Zoals gezegd heb ik hier zo dan de badstof. Daar komt katoen op. En dat komt met de mooie kanten op elkaar. Moet wel precies op elkaar liggen natuurlijk, niet zoals ik het net had liggen. Even alles zo aan elkaar vastzetten met spelden en dan kantel onder de naaimachine. Hou wel een keeropening open, hoeft niet heel groot te zijn, maar wel groot genoeg dat je kunt keren. Anders dan lukt het niet. Nu komt de laatste stap alweer. Als je hem gekeerd hebt, dat heb ik dus al even buiten beeld gedaan. Dan leg je zo de stoffen op elkaar, ook in de keeropening. En stik je nog even rondom langs de rand. Als dat gedaan is, heb je in 1 keer de keeropening gesloten. En de randen zijn wat minder dik, dat blijft mooi op elkaar liggen. Ik heb er nu al 4 gemaakt. Het gaat echt ontzettend snel. Zoals je gezien hebt, zijn het maar 2 stappen in principe. En perfect dus om te oefenen voor beginners. Ik vind dit een super toffe DIY. Ik ben nogal van het Zero Waste. Het is vrij klein natuurlijk, maar je kunt eventueel nog zo dit aan elkaar zetten met van die drukknoopjes. Die heb ik er nu niet aangemaakt. Dat is weer wat ingewikkelder. En ik dacht, we houden het vandaag even simpel. Maar op die manier kun je dan meerdere aan elkaar vastmaken. Dan heb je een wat groter oppervlak. Persoonlijk vind ik dat ook niet heel erg nodig, want meestal heb ik aan 1 zo'n ding wel ongeveer genoeg als ik weer eens wat omstoot in de keuken. Maar ik ben heel erg blij met hoe deze keukenpapiertjes zijn geworden. En ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als het zo is, geef hem een duim omhoog, laat een reactie achter en abonneer je op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan ook even op het klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons. Zie ik je in de volgende weer. Hopelijk tot dan en dag!